Yo guys, Gletschy met vandaag een nieuwe video. En vandaag spelen we eens een keertje Counter-Strike. Ik was zoals gewoonlijk weer een potje gejoined dat 10 jaar bezig was. Dus dacht ik wacht gewoon even tot het volgende potje. En we zitten dus in het volgende potje. Ik weet dat het al heel lang is geleden dat ik dus een nieuwe video heb gemaakt. En ik werd er echt keihard gerekt. Hoe dat komt, het is het is school. Maar school was iets anders gelopen als een normale eerste periode van school. Dus ja, het is niet dat ik, dat ik zo keihard problemen heb op school. Maar de eerste schooldag was serieus wel wat minder eigenlijk. Nu trouwens geniet nog eens van het CSGO ding, hè, want CSGO komt terug en zo. Ja, het is al terug, want ik speel het nu. Dus ja. Toen ik op de eerste schooldag was, dan hangen er allemaal een klassenlijst. Dat is bij ons. En onze klas is in, dus onze klas van vorig jaar zijn twee klassen opgesplitst, omdat er zo keiveel mensen zijn bijgekomen en die shit. Op het einde van het jaar konden uw ouders zo iets zeggen van, mijn kleine die wil bij een die zitten en die kleine wil bij een ander zitten. Nu dus mijn mama had dat gedaan, ja, die zei, ja, Wouter wil met Yoda zitten, of Simon, we noemen hem gewoon even Yoda. Nu. Oh, alstublieft. Lekker dan, echt nice. Dus ja, mijn mama heeft gezegd, ja, hij wil met Yoda zitten. En de moeder van Yoda had gezegd, ja, Yoda wil met Gletscher zitten. Ons titelaar van vorig jaar geeft die brief eigenlijk met iedereen die wil samen zitten. Maar ze heeft niet gezegd waarom die namen bij elkaar stonden. En degene die de klasse maakt, die dacht dat de mensen die bij elkaar stonden, dat die uit elkaar moesten gezet worden. Dus wat betekent dat ik dus nu niet met Yoda zit. En voor die denk ik, oh man, dat boeit toch niet zoveel, ik kan toch niet je vrienden maken? Ja, maar dat is nog niet het einde van het verhaal. Want we waren op zich met drie vrienden. Dus we waren zeg maar met drie. Dus ja, ik moet dat zeggen. Ik had in het vierde twee goede vrienden. En die zitten samen. Maar ik zit alleen, zeg maar, in een klas. En ja, de eerste week, anderhalve week, niet echt in een put, maar ik was zo half deper, je snapte. Ik had geen zin meer in het leven. Je kunt misschien een beetje vinden dat je overdrijft, maar het is gewoon echt niet tof om met je oude goede vrienden in de klas te zitten. Snapte je? Om er niet mee in de klas te zitten, ja, dat bedoel ik. En ja, dat was gewoon echt kut. Maar ik ben er nu weer terug een, van bovenop of zo. Maar eigenlijk de voornaamste reden was eigenlijk omdat ik niet zoveel zin had om te editen. Ik bedoel, snap je, het is zo vakantie geweest en je hebt keiveel tijd om te editen, te gamen. En heb je ineens school en dan kun je amper nog gamen eigenlijk. Of ja, amper is wel een beetje overdreven. Maar ik zit nu in het vijfde en ja, shit's going to get about real. Dus ja, ik heb al redelijk veel huiswerk. At the moment valt dat wel mee. Dat gaat hard. Oh my god. Ik schoot echt scheef. Maar dat huiswerk gaat redelijk veel worden. Wat vrijwel kut is eigenlijk. Dus ja, ik had gewoon geen zin om een video's te editen, snap je? Al die tijd dat je dan vrij had, wil je gewoon kassen en ja, geen video's editen, snap je? En er kwamen ook nog andere dingen tussen. Dan had ik ineens, want ik heb 124 games in mijn Steam library. Ik had een treinspeltje uitgeprobeerd en daar ben ik dan half verslaafd aan geraakt voor een week. Dat was vorige week. En daarvoor dat normaal ging ik vorige week al terug uploaden, maar dat is er dus niet van gekomen. Omdat ik, maar jongen, wat is dat met die shotgun? Maar dat was er dus niet van gekomen, omdat ik, ja, verslaafd was aan treinspeltje. Ja, alleen maar. Ik ging net zeggen, ik heb iemand, maar het lukt gewoon niet, hè. Dat begint gewoon eng te worden dat ik niemand met die solid off kan killen, what the fuck? Ah, eindelijk, amai, dat weer tijd, godver. Ja, teamleader. Nee, jongen. Nee. Ah, alstublieft. Oh, nog een ander shotgun, wauw, joehoe zeg. I see what you did there, bitch. Oh, ik dacht, ja, ik kan nooit een teamleader hebben, dan word ik zo nooit upranked, maar nee. Ik heb nu ook trouwens voor de mensen die willen weten welke richting dat ik doe. Ik doe techniekwetenschappen in het vijfde middelbaar. Ik weet het, ik zie er eigenlijk jonger uit, maar het boeit het. Oh my god. Oh, triple kill. Sort of. Maar ik heb 6 uur wiskunde. En als je zo'n kakleerkracht... Amai. Oh, dat was echt de voice track van mijn leven. Nee, maar als je dus zo'n kakleerkracht hebt... En voor een vak dat je zo'n 6 uur in de week hebt of zo, is dat best kut. En 3 keer raden, ik heb een kakleerkracht voor de wiskunde. Ik heb die 6 uur in de week. Als je iets vraagt, dan kijkt u aan of dat je een debiel bent. Want weet je, dat is zo iemand...
dat is zo'n leerkracht die eigenlijk voor iets veel beter heeft gestudeerd, maar die eigenlijk geen job kon vinden, die is maar leerkracht geworden. Wel, dat is dus zo iemand. Jongen, hey. Oké, dat was het waar, maar boeit het. En ja, ik heb er dus ja 6 uur les mee in de week en dat is ja... Dat is echt kut eigenlijk, als je zo 6 uur in de week een leerkracht hebt die je helemaal niet moogt. Nou ja, leven is door dan denk ik. Ah man, ik probeer kopjes te raken, maar het lukt niet echt. Ik probeer eigenlijk iets te raken, maar dat lukt ook niet echt. Dankjewel, dat had ik nodig. Oh ho ho! Ah, ik dacht dat een headshot was, maar dat was wel vies mooi. Oh, dat is zeer. Ah, we zijn niet gewonnen. We are not gewonnen. Ah, ik heb een Operation Wildfire case gekregen. Maar het gaat later voor deze video. Dit eigenlijk echt nog eens deugd om een video te maken. Vond deze video leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer je in de volgende keer. En de volgende keer meer. Tot dan. En ja. Ja. Ciao.